Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Powerslim, Intercoiffure en Beekman Klinieken. Welkom bij Beauty & Zo. Deze week gaan we onder andere twee kapsels rigoureus veranderen en krijgen we bij grote uitzondering een kijkje in de keuken bij de fabricage van huidverzorgingsproducten. Hier op de redactie van Beauty & Zo begint het tijdschrift al behoorlijk vorm te krijgen. Voor een aantal artikelen moeten we echter nog wel op onderzoek uit. Gerenommeerd plastisch chirurg Werner Beekman oogst wereldwijd lof voor zijn zelfontwikkelde webmatrixmethode, waarbij borstcorrecties altijd een natuurlijk resultaat hebben. Om wat meer te weten te komen over de man achter deze vernieuwende manier van werken, gingen we samen een paar holes lopen. 20 jaar, hè, doe je dit al, golfer? Ja, zoiets, ongeveer. Is het wel echt, is het echt je spel, je ontspanning? Dit is mijn ontspanning. Ja. Ja. Want in je drukke bestaan, heb je daar eigenlijk wel een gaatje voor? Want... Ik golf te weinig, naar mijn idee. Maar ik vind ook dat er gewerkt moet worden. Dus ja, ergens is een balans. Want hoe lang ben je nu eigenlijk als plastisch chirurg werkzaam? Ik ben, als het goed is, ga ik nu mijn 18e jaar in. Ja. Want hoe is dat dan gekomen? Ik heb een tweelingbroer, die is geneeskunde gaan studeren. Eerder dan ik, omdat ik in de middelbare school een jaartje heb overgedaan. Het leven was te leuk om in één keer af te maken. En toen ben ik ook geneeskunde gaan studeren. En kom je in je derde jaar kom je de plastische chirurgie tegen. En het enige wat je denkt tot die club, daar wil ik wel bij horen en leuke dingen doen. En ja, het is een goede keus geweest. Ik zou nu nog steeds niets anders weten te verzinnen. Gespecialiseerd in borsten, nog eens een keer, hè? Ja, dat is ook iets wat je overkomt. Ik ben gepromoveerd, hè. Je moet een promotie onderwerpen. En ik ben een practicus. Ik denk van, met wat ik doe, wil ik graag mijn gegevens verzamelen. Dus borsten was een onderwerp waar ik dankbaar gebruik van heb gemaakt. Ja. En dat nog steeds mijn volledige aandacht heeft, ja. Ja. Nou, op hoop van zegen. Dat ik niet het hele asfaltbeen heen goed komen. Ja. Ja. Nou ja, ik heb hem geraakt, hè? Kijk. Je hebt hem geraakt. Hij is een eindje verder. Werner's andere hobby beoefent hij samen met zijn broer, die overigens ook geneeskunde gestudeerd heeft. En je broer doet het ook nog steeds? Nee, die is in de oude auto's gegaan. Oh. Oh, kijk, en dat is je andere passie, toch? En dat is mijn andere passie. Ja. En daar heeft een Volvo 142 S opgeknapt, waarmee we de wintertrial gaan rijden van Kopenhagen naar Oslo. Wat is dat nou weer? Is een rally. Ja? Voor autofanaten die alleen maar door de sneeuw willen rijden. Waar begin je aan? Weet ik niet. En om eens een keer wat te doen waar je niet weet waar je aan begint, dat is ook wel leuk. Maar met je tweelingbroer, dat is wel weer heel bijzonder. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, dat is heel leuk. We zien elkaar niet zoveel. En het komt natuurlijk, hij navigeert, ik rijd. Dus als we bezig zijn, dan is er een bepaalde taakverdeling. Maar ik denk ook als je s'avonds in je bedje ligt, dat je zegt van, goh, wat een dag. En dat je ook op andere zaken weer komt, net zoals vroeger. En dat is wel leuk. Heb je een hol gesponsord? Ja. Oh? Ik sponsor hier een hol, dat golf. En ik sponsor de hockeyclub waar mijn zoon in speelt. En tennisclub waar mijn vrouw in speelt. Ja, een beetje maatschappelijke betrokkenheid. Jouw vak is toch ook wel een beetje hobby? Mijn vak is hobby, ja. Ik zou niet weten wat ik anders zou moeten doen. Ik vind het hartstikke leuk dat wat ik doe. Terug op de redactie van het tijdschrift. We hebben toch nog wat meer mooie foto's nodig. Dus laten we via Topkapper Ad Peters twee modellen een complete haarmake-over geven. En organiseren we een fotoshoot.
Esther van Lacoupe-Kappers, daar ben jij voor verantwoordelijk tegenwoordig. Jullie zijn heel veel bezig met allerlei verschillende kleurtechnieken voor kort haar, lang haar, donker haar, blond haar. Wat zijn de kleuren waar je zo al mee speelt op het ogenblik? Momenteel highlighten we heel erg veel. Bij mijn model heb ik gekozen voor een superlicht blond tint om een beige. Waardoor het wel heel natuurlijk en fris oogt, maar toch genuanceerd. Ja. Kleuren van het haar, geeft dat ook een bepaalde volume effect in het haar? Ja, zeker. Door middel, als je hem gaat highlighten, dan krijg je gewoon lekker die stevigheid die je graag wil. En met name ook bovenop. Wat heb je met de coupe van Chantal, jouw model, gedaan? Bij Chantal heb ik gekozen om de bovenlagen lang te houden voor de volumes, maar wel mooi vol aan de onderzijde. Maar toch een wat kortere voorkant, die heb ik uitgesliced en gesneden voor een luchtig effect. En nu ga je stylen straks ook en daar heb je iets heel aparts voor. Wat is dat precies waar je het mee doet? Ja, we hebben een nieuwe rollentechniek en dat is op basis van infrarood. Daardoor behoud je je kwaliteit van het haar en het geeft daar de volumes waar je ze graag wilt hebben zonder een al te krullerig effect. Ja. Zie ik dat goed als dat betekent dat die punten dan wat dunner worden, waardoor ze wat nonchalanter komen te vallen? Inderdaad, je krijgt gewoon een veel softere uitloop, waardoor je ook gewoon meerdere kanten kan opstylen. Je kan hem wat meer naar buiten doen of je kan hem wat meer naar binnen feunen. Je kan wat meer beweging in het haar, maar ook gewoon lekker nonchalant opsteken, een beetje Brigitte Bardot. Een prachtig resultaat dat Esther daar heeft weten te bereiken. Snel kijken wat kapster Alice met haar model gaat doen. Alice, jij bent verantwoordelijk, de driving force van Ad Peters Hair Company in Hengelo. Een salon waar jullie hele eigen ideeën hebben over hoe je met klanten omgaat. Wat doen jullie anders als de gemiddelde kapsalon? Nou, wat wij heel erg belangrijk vinden, dat iedere klant wordt eerst bij de spiegel. Gaan we uitgebreid overleggen. Is er iets wat u zelf niet wilt? Kijken uiteraard naar het haar, gezichtsvorm. Train je daar je medewerkers ook op? Ja, we hebben regelmatig trainingen bij ons in de salon om toch dat soort dingen wat wij belangrijk vinden, het adviseren. Kijk goed naar de klant en kies iets wat bij de persoonlijkheid past. Wij hebben ook een fysiciste bij ons in de salon. Ik vind het toch altijd belangrijk als iemand een geheel nieuwe look krijgt, ja, dat daar ook aandacht aan geschonken wordt. Want ja, als je haarkleur is aangepast, en ook met de kleding is het toch belangrijk dat een klant dat ook zelf ook leert zien. Van welke kleur dan het beste daarbij matcht. De trend voor de dames wordt toch wel weer de kortere kapsels. Moet wel vrouwelijk blijven. Bij Susanne heb ik ook gekozen voor langere bovenlengtes met softe contouren. Als ik op straat kijk en ik kijk om me heen, dan zie ik heel veel jonge meisjes alleen maar met lang haar lopen, waar helemaal niks aan gedaan wordt. Hoe promoot je zoiets dan in je salon? Nou, dat je toch goed laat zien, alleen al voor de spiegel, met de handen de lengtes te laten zien bij het gezicht. En dat mensen dan soms toch in één keer zien, als ik een stukje korter ga, dat het gezicht toch veel mooier de vorm krijgt. De foto's kun je binnenkort in het tijdschrift zien. Wij zijn in ieder geval erg enthousiast. Er zijn ook mensen die heel erg tobben met hun kapsel. Door een aandoening of een ziekte hebben ze kale plekken of erg dun haar. De Echt Haarkliniek van Mario Bom heeft daar een hele goede oplossing voor. Allereerst welkom weer vandaag. Dank je. In de kliniek. Het is 6 weken geleden dat je bij ons geweest bent. Ja. Hoe is de afgelopen periode voor je gegaan? Ja, perfect. Ja, ik wil vandaag deze haarreconstructie voor je eraf halen. Ja. We gaan nemen zo meteen plaats aan de wastafel. Neem ik hem van je hoofd, haal ik hem eraf. Ga ik lekker schoonmaken en dan gaan we de schone die ik voor je heb klaar liggen, gaan we weer plaatsen. Ja, ja, oké. Okay. Jij als jonge vrouw, waarom heb jij nou een haarreconstructie? Nou, ik ben in 2001 ziek geworden. Ik heb een hersentumor gehad. En door de bestraling op mijn hoofd is mijn haar uitgevallen. Ja. Het is wel teruggekomen, maar veel dunner als dat het was. En naarmate de jaren eigenlijk, tot vorig jaar, is het ook elke keer dunner geworden nog. En toen ben ik eigenlijk via mijn man en mijn moeder, die hebben iets gezien op internet van de Echte Haarkliniek. Ja. Eerst had ik nog zoiets van, nee, ik had mij erbij neergelegd dat het gewoon kort was en dun. Ik
hebt de schone haarreconstructie voor je meegenomen. Die ga ik nu bij jou op je hoofd even plaatsen. Gaan we samen even kijken de hoogte of die goed is. Aan de hand van de haarreconstructie ga ik de haartjes die nu weer zijn gegroeid, ga ik verwijderen. Ja, ik heb ook gekeken naar haartransplantatie. Maar omdat het bij mij in heel mijn hoofd zo dun is, kunnen ze dat niet transplanteren. En toen heb ik nog een spray gehad met vezeltjes. Maar dat was allemaal niks. Dus ik heb me eigenlijk gewoon bij neergelegd van nee, het is zo. Het kan niet anders. En dat ging goed. Ik heb gewoon heel kort gedaan. Een blond kleurtje. Ik heb ook donkerder gehad, maar dan zie je je hoofdhuid heel duidelijk. Nu gaan we de haartjes die nu los zijn geraakt door het verwijderen, gaan we even wegwassen. Ja. Hierna gaan we het inderdaad even scrubben om alle dode huidcellen er af te halen, te verwijderen. Ik ben nu een medicinale lijm aan het bevestigen. Dat is een lijm die heel huidvriendelijk is. Je hebt twee laagjes nodig om de haarreconstructie goed te laten zitten. Daarvan doe ik er nu één op je hoofd uit. En daarvan zit de ander nu op de haarreconstructie die nu aan het drogen is. Ja, dan ga je de brochure aanvragen. Ja. En dan zie je dat en dan denk ik, oh, ik ga toch eens bellen voor een eerste consult. Want het is natuurlijk vrijblijvend. En toen was je gelijk Ja, dan is het meteen, oh, en dan kom je hier voor een gesprek. En dan denk je van, oh, er kan toch nog iets met mij. Ja. En dan gaat er toch weer even een wereldje voor je open, zeg maar. Dan van, oh, dat had ik niet meer gedacht dat zou kunnen. De lijm is goed ingedroogd, zowel op je hoofdhuid als op de haarreconstructie. Dus we gaan hem nu plaatsen. Oké. En wat heeft dat uiteindelijk met je leven gedaan? Nou, vooral zekerder geworden. Want met die dunne haren, als het maar iets waaide of... Ja, dan zat ik al meteen, liefst deed ik dan een sjaal over mijn hoofd heen, van dat maar niemand het zag. Of als het wat regende, als het nat werd, dat leek net of ik geen haar meer op mijn hoofd had staan. Dus, en dat heb ik nu niet meer. Als het nou regent, denk ik van, oh, ik hoef geen muts op te zetten. Want ik kan gewoon door de regen fietsen. En je kan het zo helemaal behandelen zoals gewoon je eigen haar, hè? Ja. Ik kan mee feunen. Dat is eigenlijk nog niet eens nodig. Want ja, dat is misschien per model verschillend. Maar het valt gewoon lekker vol. Dus ja, het is gewoon super, super goed. Hoe vind je hem? Ja, naar je zin. Weer helemaal fijn. Leuk. Naar je zin weer? Goed, ja. Achterkant? Ja, het zit weer perfect. Ja. Lekker, dank je. Zometeen test Addy van de Krommenakker kapsels uit bij zijn mannequin en drink ik een glas wijn met een afgeslankte dame. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pasco Beauty Innovations, Lanza Healing Haircare en Echt Haar Kliniek. Tot zo! Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pasco Beauty Innovations, Lanza Healing Haircare en Echt Haar Kliniek. Welkom terug. Hier op de redactie van Beauty & Zo werken we vandaag aan een heel bijzonder artikel. We mogen namelijk een kijkje nemen in het laboratorium waar de cosmetica van Marge Pasco gemaakt wordt. Maar is het eigenlijk wel cosmetica? Allereerst eigenlijk een heel groot verschil met cosmetica. Want mensen die denken vaak dat we cosmetica maken, maar dat is niet zo. Oh. Wij maken cosmeceutica. Je hebt geen cosmetica gemaakt? Nee, de Pasco producten, dat is cosmeceutica. En cosmeceutica, dat betekent producten die tussen cosmetica en farmaceutica in zitten. Moet ik het zien als meer medisch? Allereerst is het eigenlijk bij cosmeceutica zo dat de werkzaamheid voorop staat. Dus dat is iets anders dan met cosmetica.
En dus bij cosmetica zien we heel vaak dat het product lekker moet ruiken, lekker moet smeren, er mooi moet uitzien. Maar er gaat minder aandacht naar de werkzaamheid. Yes. En bij cosmeceutica staat eigenlijk de werkzaamheid voornamelijk voorop. Het dringt meer naar binnen ook, waarschijnlijk. Ja. Cosmeceutica is daarnaast voor ons onderscheidend dat het inderdaad speciale transportsystemen heeft. Waardoor de werkstoffen daar in de huid komen waar je ze precies wilt hebben. Plus, niet onbelangrijk, alle ballaststoffen, want we staan natuurlijk voor huidverbetering. Ja. Alles wat eigenlijk niet specifiek doet om die huid te verbeteren, dat willen we liever niet in het product. Dus onze producten zijn vrij van conserveringsmiddelen, vrij van parfumallergenen bijvoorbeeld. Alles wat eigenlijk niks bijdraagt om een huid te verbeteren, proberen we eruit te laten. Maar dus wat in het laboratorium ontwikkeld wordt, wordt hier daadwerkelijk geproduceerd? Ja, dat klopt. Ja, en waarom specifiek in zo'n ruimte? Ja, je kunt ook afvragen waarom zie jij er zo uit? Zie ik er zo uit, natuurlijk. Ja. Dat is natuurlijk ook wel bijzonder. Ja, omdat we cosmeceutica maken, hè, producten die tussen cosmetica en farmaceutica inzitten. En dat soort producten die maken we in clean rooms. Dus hier staan we in de clean room van het bedrijf. Productie wordt hier echt gedaan in de verschillende ketels. Worden de crèmes, de lotions, nee, alle producten die we maken worden hier geproduceerd op grotere schaal. Dus in het labo zag je het eigenlijk op kleine schaal, de ontwikkeling. Ja. En daarna gaan we het op grote schaal hier maken. Om het vervolgens weer af te laten vullen in verpakkingen natuurlijk voor de klant. Dus hier wordt het allemaal afgevuld? Ja, dat klopt. Het wordt hier afgevuld. Heel specifiek, eigenlijk zelfs bijna handmatig, want het komt heel erg nauw. Omdat cosmeceuticals ook in een bijzondere verpakking zitten. Niet zozeer in potten, zoals je vaak ziet bij cosmetica, maar in airless dispensers. En, airless? Luchtdicht dispensers. En dat betekent eigenlijk, het zit in pompjes waar geen lucht bij kan komen. En het is belangrijk om de hoge dosering van de werkstoffen gegarandeerd te houden. En veel werkstoffen in cosmeceutica die zijn zuurstofgevoelig. Dus proberen we die zuurstof uit te sluiten. Ja. En dat kan natuurlijk perfect als je het op deze manier verpakt. Hoe ben je daar zo gekomen? Dus ik begon te werken als huidspecialist. En ik gebruikte verschillende producten. Maar was toch niet altijd tevreden eigenlijk over wat ik er precies mee kon. En dan op een gegeven moment gaat het kriebelen, zeker als je een achtergrond hebt nog in de scheikunde om zelf die producten te gaan maken. Ja. En zo is dat langzaam eigenlijk begonnen, eerst met één product. En nu is dat dan een hele range van producten geworden. Hoeveel zijn het er nu? Items, ja? Verschillende producten, ik denk een 30-tal ongeveer. En daar zitten weer behandelmethodes aan gekoppeld, hè? Ja, want die 30, dat zijn dan producten voor wat je thuis kunt gebruiken allemaal, dat is onze range. Maar we hebben veel meer producten, omdat we ook heel veel ontwikkelen voor de professional. Dus producten voor in het instituut om behandelingen mee uit te voeren. Die hebben we daarnaast ook nog allemaal. En bij de schoonheidsspecialisten? Bij de daar is het alleen maar verkrijgbaar, hè? Ja. Bij de betere schoonheidsspecialisten kun je de producten halen. En dat is ook belangrijk, want ja, die cosmeceuticals, daar heb je ook een goed advies bij nodig. Ja. Omdat het een stapje verder gaat dan cosmetica. Ja. Best wel een apart gevoel om een dag in zo'n witte jas rond te lopen. Hoe ver staat dat niet af van de wereld van de mode, waar topcouturier Addy van der Kromme Akker druk bezig is met de voorbereidingen van zijn nieuwe show? Addy, we staan aan de vooravond van een spektakel, hè, eigenlijk. De nieuwe show. Ja, geweldig. Dus ik kijk er heel erg naar uit en ben natuurlijk heel druk mee bezig. Wat gaan we daar zien? We gaan eigenlijk heel veel zien, want ik ga een deel van mijn prêt-à-porter-collectie voor deze zomer tonen. Daar begin ik de show mee. Maar ook toon ik tevens mijn nieuwe prêt-à-porter-collectie voor winter 2014. En natuurlijk ook nog mijn couture-collectie. Ja. Dus ja, als je zoveel collecties maakt, dan wordt het ook een mooie lange show. Bij de voorbereiding, denk je dan alleen aan kleding? Of komen daar nog meer aspecten bij? Ja, het is natuurlijk een totaalbeeld. Dus daar hoort make-up bij, daar hoort haar bij, daar hoort gewoon een total look. We gaan dus werken met een mooie knot, met haar eigen haar, zodat een hele mooie klassieke knot wordt. Ik ben natuurlijk toch een ontwerper die altijd heel erg gebiologeerd is door die 50, 60 jaren. En ja, uiteraard wil je dan een mix maken van een kapsel wat echt in deze tijd past, wat bij de kleding past, maar wat toch die knipoog geeft naar die 50 jaren.
Je hebt mensen om je heen nodig die je begrijpen en die, weet je, waar je mee kunt sparren en kunt zeggen van welke look zou nou het best zijn of wat denk je en ik wil wel zo en het moet toch modern blijven. Nou, en daar heb ik gewoon goede partners voor en dat is natuurlijk wel heel erg fijn. En dan weet je ook dat het in goede handen is, want je kunt, kijk, ik kan veel, maar de haren doen, dat kan ik helaas niet. Dus daar heb je goede professionele mensen voor nodig. Ik heb dus een mooie klassieke knot gemaakt. Ja, ongelooflijk, zoveel volume. Ja. Dat had ik toch niet gedacht, nee, eigenlijk. Nee, eigen haar. Grapje. Nee, maar ik denk dat het fantastisch zal staan met haar jurk en met haar visagie en dat het plaatje dan helemaal compleet is. Nee, ik vind het heel mooi. Ik ga nog even kijken of we hier wat in doen of niet. Hè? De afgelopen tijd heb ik natuurlijk Chantal Jans, draagt vaak wat voor mij. Lieke van Lexmond. Ja, je hebt natuurlijk Pernilla Lau, Jette van der Meij. Ja, eigenlijk in Nederland heb ik iedereen wel eens gekleed of een jurk voor ontworpen. En natuurlijk koninklijke familie, daar ben ik ook heel erg trots op. En ja, dan denk ik, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Om die prachtige creaties te kunnen dragen, moet je vaak wel een perfect figuur hebben. PowerSlim is een methode die je kan helpen dat ideale figuur te bereiken. Het is een enorme jungle aan aanbieders van afslankproducten, afslankmethodes. Maar waarom heb jij nou precies voor PowerSlim gekozen? Ja, nou, daar heb ik voor gekozen. Ik vond dat ik af moest vallen. Ja. Zeker wel 5 kilo. Dus op een bruidsbus 2 jaar geleden kwam ik Iris tegen. En nou, zij is zeg maar mijn coach geworden. Want ik kon bij haar ook stukjes proeven van de repen. En dat vond ik eigenlijk heel erg lekker. Dus zodoende ben ik bij haar begonnen. En wat is nou precies PowerSlim, Hielke? Het is een wetenschappelijk onderbouwd afslankprogramma dat je volgt onder persoonlijke begeleiding van een voedingscoach. En je gaat niet gewoon minder calorieën eten, maar je gaat anders eten, waardoor je vet enerzijds verbrand wordt, maar je spiermassa bewaard gebleven wordt, waardoor je lichaam ook niet op de spaarstand gaat. Ja, want dat is dus het grote voordeel, die coach, hè? Want daar heb jij voor gekozen. Ja. Want wat doet zo'n coach dan? Nou, die begeleidt je gewoon. Ja. Je gaat eerst met haar een intakegesprek aan. Ja. En dan moest ik vertellen wat ik wilde. En dan past zij een heel programma op aan. En uiteindelijk ben je hoeveel afgevallen? 12 kilo. 12 kilo? Ja, dat ging eigenlijk best wel goed, dus ik ben doorgegaan. Dat is wel op jouw lengte, zeg maar, is dat best wel veel. Ja. Ja, maar het ging echt best wel makkelijk. En die 12 kilo minder, wat heeft het nou voor jezelf gebracht? Nou, sowieso voor elke vrouw belangrijk een nieuwe garderobe. Ja. Heel belangrijk. En ja, ik vind toch wel dat ik veel meer zelfvertrouwen heb. Ja? Naar mensen op afstap. Ja, en wat ik altijd zeg, je valt af en je mag 3 chocoladerepen per dag. Oh, kijk. Nou, dat is toch een hele mooie manier. Ja, dat is lekker. Je bent een hardwerkende vrouw, manager. Dus gewoon fulltime altijd op en onderweg? Heel veel onderweg, ja. En dat valt goed te combineren? Ja, want ik kan 's ochtends al... Ja, het is allemaal per stuk verpakt. En 's ochtends, voordat ik de deur uit ga, maak ik zeg maar het eten klaar voor de hele dag. Ja, er is enorm veel keuze aan producten. En het lijkt eigenlijk ook heel erg op normale voeding. Alleen de samenstelling ervan is beter, anders. En dat gaat van ontbijtproducten tot tussendoortjes, lunchproducten. Eigenlijk zoals je die nu ook kent, maar dan met een andere samenstelling. Dat is heel goed te doen dus? Ja, nee, gaat echt heel goed. Je eet gewoon met de rest mee. Ja, en nu dus 12 kilo, inmiddels alweer 1,5 jaar geleden. Ja, zo'n jaar, 1,5 jaar geleden. En dat blijft gewoon? Dat blijft, ja. Dat probeer ik wel goed bij te houden. En ik ga nog iedere maand naar mijn coach toe. Begeleiding is zo'n belangrijk onderdeel. Het kan ook alleen maar onder begeleiding gevolgd worden, het programma. Iedereen die alles is afgeslankt, die weet hoe moeilijk het is. Of die weet dat de grootste uitdaging ligt in het behouden van je gewicht. Dat is toch moeilijker dan het behalen van je streefgewicht. Dus we gaan echt voor lange termijn effect. En is nu je eetpatroon veranderd? Ja, die is wel degelijk veranderd. Ja, veel gezonder ben ik gaan eten. Echt bewust ben ik aan het kijken wat ik allemaal kan eten. En je bent dus al 1,5 jaar helemaal op gewicht, helemaal op balans. Je mag een wijntje drinken. Nou, dan mogen wij erop toasten, toch, vind je het? Doe maar. Op dit succes. Gefeliciteerd. Ja. Meer informatie is te vinden op beautyandzo.tv. In het maartnummer van het blad Beauty & Zo is alles te lezen over Beauty & Zo. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door PowerSlim, Intercoiffure en Beekman Klinieken.